Kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij deze WK-wedstrijd tussen Cameroen en Servië. Goed jongens, groep G natuurlijk vandaag de laatste dag van speelronde 2 en daarna gaan we morgen alweer door naar speelronde 3. Wauw, wat gaat het toch wel redelijk snel hè. Dus we gaan nu lekker speelronde 2 in tussen Cameroen en Servië. Toch ja, twee landen, want ik denk dat het niet doorgaat, maar ik denk toch wel dat Servië kan winnen van Cameroen. We zullen het wel zien, hè. Goed, perfect, goed. Cameroen tegen Servië. Oh ja. We zien dat de voetbalfans het stadion binnenkomen en op weg gaan naar hun stoel. Het is toch spannend allemaal. Of het meteen goed gaat op zo'n eerste speeldag. Dus ga er goed voor zitten, want dit duel in het Lucille-stadion is live te zien. Ja, u ziet het. De stemming zit er alvast prima in hier in het Lucille-stadion. Mijn naam is Sier de Vos en samen met Jeroen Guter voorzie ik deze wedstrijd van commentaar. Goed. Vandaag gaan we lekker met het toernooi beginnen. We kijken naar een wedstrijd in de groepfase van de World Cup. Servië verloor tegen Servië. Van Brazilië met 2-0, Cameroen verloor met 1-0 van Zwitserland. Het stadion waar een prettig voetbalsfeertje hangt. Nou, dit is een wedstrijd om enorm naar uit te kijken. Dat doen we. We hebben eigenlijk wel hoge verwachtingen. Zo gaat het eerste team spelen. Daar is op zijn van Cameroen, André Onana, 4-4-2. Rijtjes van 4. Dus een 4-4-2. Ebosse, Kunulu, Castelletto, Fai. 4-4-2, ja. Tokke, Erkambi, Ankuan, Zamme, Angusa en Hongla. Abuka en Chupu Muting. Dat kan ze niet echt allemaal. Servië, Rajkovic onderlat. 3-4-1-2, Pavlov, Vajim Milankovic, Vajukovic, Kostic, Gudel, Milan Savic, Sivicic en Dusan Tadic. En dan hebben we hier nog Mitrovic en Vlahovic. Dan beginnen deze teams hun Cameroen tegen Servië is in ieder geval begonnen. Benieuwd wat voor wedstrijd dit gaat worden. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Niet echt de twee, de underdogs zullen we maar zeggen, die tegen elkaar. Het zou me niet verbazen of dit een 0-0 wordt. En? Dat is geen probleem voor André Onana. Uiteindelijk een simpel balletje, de keeper kan hem zo oppakken. Lastig voor de verdediging. Goed ingegrepen en het gevaar is daarmee geneutraliseerd. Alexander Mitrovic. Gudel. Sergej Milinkovic-Savic met de bal. Pavlovic. Milinkovic-Savic. Cameroen staan allemaal op hun eigen helft. Er is niemand die echt daar buiten staat. Ze loeren op een gat in de verdediging. Een mogelijkheid om het door te breken. Ze zijn allemaal, ja, allemaal achter de bal. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Ze zijn uiterst secuur. Er kan er een kans komen. Mooi samenspel. En dan levert Cameroen de eigen weer heel snel die bal in. Dusan Tadic. Sergej Milinkovic-Savic.
Sergej Milinkovic. Sajan, dat is André Onana met een voortreffelijke geweldige redding. Tadic. Voor het doel gegeven. Daar zat nog iemand tussen. Van Cameroen, zo lijkt het wel. Hij komt aan. Hij raakt hem als laatst. Tadic. Hij wordt weggewerkt. Wat niet echt. Doorkoop, maar Vlahovic haalt uit. Elegante duik van Onana. Tadic. Voor het doel gebracht. Oei, slordig weggewerkt. Hij gaat ineens genomen worden. Maar niet echt kansrijk van zover weg. Goed verdedigd. Hij heeft de bal. Ik kan nu snel. Buitenspel. Nee, dit gaat te snel. Geen geduld. Die speler wordt te snel aangespeeld. Ja, inderdaad, zie je het. Die kwam uit buitenspelpositie terug, maar was nog niet echt op de juiste plek om de bal te krijgen. Hij wacht rustig op de loopacties van zijn medespelers. Ze komen weer in balbezit. Veljkovic. Dusan Tadic. Dusan Tadic. Oh, en onder zware druk. Ze roepen het over zichzelf af. Gaat hij zelf, hij probeert het. Ja, dan stopt dat soort schoten makkelijk. Ze leiden balverlies door die slechte paas. Zinkovic. Is daar voorbij. Dan gaat naar de eerste paal. Oeh, daar kopt er iemand van Cameroen zelf hem weg. Terwijl dat Doeman hem eigenlijk wilde hebben. Zo is daar nog niet echt een hele grote kans gehad. Hier naar wat kleine kantjes, maar echt een joekelkans is er nog niet. Veljkovic. Met Cameroen staan weer allemaal achter de bal, wat eigenlijk verwacht is in deze wedstrijd. Kan hier de eerste kans worden, ja. Heel stijlvol, de redding van Onana. Zo. Is wel Onana dat hij voor een hele goede keeper is. Tadic met de corner. Schop komt voor. Daar komt de tegenstander tussen. Hij wordt eigenlijk ineens genomen. Hij zet al vroeg druk. En dat is een vrije trap. Dat was alles behalve tackle. Met een kaart. Daar kun je geel voor geven, scheids. Geel voor die... André van Zambo Angusto. Zo heet hij. Met een kaart, jazeker. Vijfmans muur. Na een half uur. Je hebt nog vier, omdat er daar nog vijf stond. Dacht ik even, hij zou... Hij gaat zelf en... Dat is ja. Niet veel. Daar komt Cameroen eens een keer op de helft van Servië. Maar ze zijn weer de bal kwijt. Hij onderschept hem op een gevaarlijke plek. Ja, scheids, wat ga je doen? Is nog een overtreding. En? Nee, te diep gespeeld. Hier is van de keeper. Daar was de doelman van Servië eens een keer. Vlahovic. Voor de rest, ja, niet veel gezien. Kost hem ziek. Krijg hem achter Onana aan? Nee. Gaat er zelfs naast. Met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht schieten. Dat is ook een flinke kans. En dan komen ze weer. Dusan Tadic. Tadic. Ze pasen de bal en werken aan de opbouw. Voorzet in de 16. Verdediging. Hij pakt zich goed.
Oh. Choupo-Moting. Hij raakt hem kwijt aan Sergei. Ja, hij worstelt zich los. Daar staat er iemand vrij. Ja, dan is het niet 1-0. Dit was de allergrootste kans dat Servië heeft gehad. Die bal wordt geblokkeerd door een... Maar nu komt er nog een grotere kans aan. Een penalty. Ja, Hens. Grote kans voor Servië. Dusan Tadić tegen zijn oude ploeggenoot André Onana. Tegen Ajaxie, tegen een oud Ajaxie. Ja. Dusan Tadić scoort. Hij benut de strafschop. Servië leidt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Nummer 10, Dusan Tadić. Dat is een mooie paas. De bal op eigen helft heroverd. Jij hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens afsluit. 2 minuten extra speeltijd. 2 minuten, Tadić. En het meeste balbezit is toch wel echt voor Servië, hoor. De bal heroverd op de eigen helft. Cameroen heeft niks laten zien in de eerste helft. En dat is gewoon te zien. De scheidsrechter fluit voor rust. 1-0. Van het thuispubliek door een penalty van Dusan Tadić. De negatieve reacties op die strafschop natuurlijk. Maar ik denk niet dat die fout zat. Nee, hij zag het gewoon goed. Het was de juiste beslissing. 0-1 dus, in de 42e minuut. Ik moet toch heel even naar de balbezit gaan kijken, hoor. Oh, 68% balbezit voor Servië. 32 voor Cameroen. 0-14 verwachte doelpunten. 0.0 passes. Tackles. Ja. Zo zie je maar dat... Dat ja, één kant op gaat en dat is natuurlijk ook te zien. Goed, we gaan door met de tweede helft. De scheidsrechter fluit en dan begint de tweede helft van een eerste groepsontmoeting van dit WK. Er is wel geel nog voor een speler van Cameroen. En dan gaan ze natuurlijk bij Cameroen allemaal op hun eigen helft. Hier ging het even fout, maar Servië herpakt zich weer met Dusan Tadić. Het zijn virtuozen met het grootste gemak. Mitrovic, Onana. De grote duik van Onana. Tadić. Hoekschop wordt voorgegeven. Die moet je beter wegwerken. Sergej Milinkovic-Savic. Milinkovic. Medespelers in het midden gegeven. Deze voorzet werken ze weg. Kijk hoe zij die bal gewoon wegtrappen. Gewoon bam. En dan komen ze weer. Cameroen voortdurend aan het verdedigen. Milinkovic-Savic. Servië valt aan. En dan kan het hier 2-0 zijn, en dat is het dus ook. 55ste minuut. 0-2. Moet je nou toch kijken, Siers. Hoe je de bal raakt. Wat een knal. Nou, dit is een dodelijke combinatie van richting. En van kracht. Hij gaat verder.
naar binnen getrokken. Cameroen is in een keer. Nee, die aanval strandt nu al. Komen ze net niet hier? Is dat geen overtreding? Oeh, dit is heel slecht gedaan voor Cameroen. Met z'n vieren tegen één Servier. En Onana, ook niet echt heel lekker gekiept. Komt eruit om die bal te pakken. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Cameroen laat meer zien. Het gaat meer met lef. Het moet de aanval natuurlijk opzoeken. Deze bal heeft de keeper geen enkele moeite te doen. Dat is nu dus ook wel een beetje te zien. Bal kwijt. Ze mogen een ingooi nemen. De coach gaat wisselen. Kijk, nu staat hij helemaal hier. Straks denk ik gewoon allemaal op hun eigen helft stonden. Dus nu staan ze meer Vlahovic naar voren. Wacht hem geduldig op de opening. Via die tackle gaat hij uit, dus een inworp. Ingooi. Maar ze staan weer allemaal op hun helft. Deze pakken ze goed af. Goed verdedigd door Cameroen. Kar Toko Ekambi. Maar uiteindelijk geeft dat niet veel op. Hey, oh, hij gaat het in één keer proberen. Poging zit het doel nog niet tegen. 20 minuten gespeeld. Het staat 2-0. Nog 20 minuten. Ze lijken natuurlijk gespeeld. Kan hij dat belopen? Maar Cameroen kan altijd nog voor een aansluiting zoeken. Nog steeds aan de bal hier. Hij wordt knap verdedigd en de dreiging is verholpen. In de handen van de keeper. Prima. Goed gepakt door de doelman. Steekbaas door de lucht eigenlijk noemen we dit. Komt hij tot een schot? Onana ertussen, maar blijf opletten. Goeie kant zo. Begint deze wedstrijd in de laatste 20 minuten meer gevechten te zien. Cameroen laat zich even zien. Dit lijkt mij buitenspel. Dat is het dus niet. Dan is het een goal. En het is zelfs een eigen goal. Een eigen doelpunt voor Servië. Cameroen heeft toegeslagen. Maar hoe? Het wordt een eigen doelpunt. Het lijkt bij het spel. Maar ja, er is nu niets. Maar de nummer 5, kijk, hij trapt hem gewoon erin. Vekovic maakt een eigen doelpunt van Zwitserland. Terwijl dat ik speel voor Servië bedoel. Waarom heb ik het met Zwitserland? Servië moet ik zeggen. Niet Zwitserland, Servië. Dat Zwitserland ook in het rood speelt. Waar verspeelt hij de bal? Zo is het wel een wedstrijd met nog 10 minuten op de klok. Kan het nog? Vooral als Cameroen zijn tanden laat natuurlijk zien, zoals hier. Een geweldige ingreep van die verdediger. Gevaar voorbij. Er ligt ruimte voor een counter. Hoge speel. Dan zijn ze weg. Daar, slim. Vlahovic. Vlahovic. Heel snel voor de redding van Onana. Als we scoren uit deze hoekschop, is de wedstrijd wel voorbij. Tadic, is hij niet iets te hard? Oh nee, nog steeds gevaarlijk. Goed verdedigd, dat schot. Opnieuw weet hij dat schot. We kunnen het allemaal in één keer proberen, maar dat lukt dus niet. Maar misschien is er wel. Bal wordt tegengehouden. Nog een aantal minuten op de klok. Er staat er één voor en dat is genoeg. Als ze die laatste 5 minuten overleven. Daar komen ze weer, maar dit is Onana. Zo wordt de tweede helft wel leuker en leuker. Maar is het wel bijna afgelopen, dat is aan de ene kant best wel jammer. Tadic. Ze scoren goed, nou.
Kostic. Hij werkte wel net naast de... Was daar heel dichtbij. Hij draaide wel goed. Die credits moeten we hem geven. Uiteindelijk gaf hij hem net de verkeerde richting mee. Is die bal goed? Die bal is goed, ja. Kostovic. Alexander Mitrovic. Mitrovic. Even aangeslagen door die tackle, maar hij blijft aan de bal. Tackle in het eigen doelgebied. Heel gevaarlijk om te doen, maar het loopt goed af voor Cameroen. En de vraag is hoeveel minuten erbij komt. Er zijn niet echt heel veel dingen gebeurd. Niet veel overtredingen. Twee minuten, ja, dat bedoel ik. Maar 2 minuten kan net genoeg zijn. Feilloos van de ene naar de andere speler. Als hier voordeel komt voor Cameroen. De fluit af. Alsnog, het is buitenspel, maar wel een kaart. Uitstel komt nu even geen afstel. Want kijk, daar is die gele kaart alsnog. Ja, maar weet je wat ik zo goed vind, Siert? Dat hij eerst even liet doorspelen. Want ja, je weet maar nooit wat de situatie oplevert. Nee, die vrije trap komt niet meer. En dan gaan ze het hier uitspelen met een uittrap. De wedstrijd is afgelopen. Dan is het afgelopen. Overwinning. Cameroen 1, Servië 2. Deze wedstrijden moet je winnen. En dat ene doelpunt was genoeg om de zege te pakken. Zo heeft Cameroen letterlijk en figuurlijk niet veel laten. Ja, laatste 20 minuten kwamen ze eigenlijk een ze beetje. Het duel. En ik denk na een uur voetballen kwamen ze een beetje. Een aardig aantal je had. Ja. Een goal in deze wedstrijd. In de aanval. Deze speler heeft een flink. Maar uiteindelijk, ja. In de overwinning. Heeft dat wel voor Cameroen een doelpunt op, wel 9 doelpunten van Servië. Maar het eindigt 2-1 voor Servië. Gaat ja, met 3 punten er vandoor. En dan zit eigenlijk Cameroen eruit. Gaan ze hier de leiding nemen? Heel stelvol. De redding van Onana. Goed. Dit is dus de uitslag in groep G. Cameroen 1, Servië 2. Goed, kijkers, wij zien elkaar natuurlijk bij de volgende wedstrijd. Gewoon in ieder geval weer terug. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende wedstrijd dan, hè, jongens. Mazzel!